Hele goede morgen, middag, avond, afhankelijk wanneer u kijkt. Hartelijk welkom. We zijn hier in Moor, Spijkenissen. En Moor is tegenover Murray's. En Murray's, dat is een hele leuke tent die inmiddels weer open mag tot 1 uur 's nachts. Dus kom eens een keer langs, kom een biertje drinken. En als je er dan toch bent, misschien overdag, dan kom je een keer een kijkje nemen bij Tineke Nusink, de beeldhouder van The Making of Max. Maak Max mogelijk. Dit is Max. En ja, dat zou je zeggen, dit is een blok piepschuim. Niets is minder waar, want het is echt kei en keihard door jou bewerkt. En het moet uiteindelijk dit gaan worden. Levensgroot. Levensgroot of hondsgroot, het is maar net hoe je dat bekijkt. In de Voorstraat, 14 Anton in Spijkenissen. En Max, om het nog maar eventjes in de herinnering te brengen, was de herdershond die op 28 oktober 1942 achterbleef toen zijn baasjes, 5 Joodse mensen, werden afgevoerd. De dames gingen naar Sobibor, Auschwitz en werden na aankomst vergast. De mannen, vader en zoon, Levi, werden in Midden-Europa werden ze gedropt vanuit het terrein en hebben ze zich dood moeten werken. Een hele trieste gebeurtenis. En Max is het symbool geworden van verzet, van samenwerking, van ervoor te zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren. De werkelijkheid is anders, maar wij willen toch wel ervoor zorgen dat het tussen onze oren blijft. En met name jij, Tineke, het blijft tussen de oren. Tussen de oren van de herdershond. Jij bent al een week of 4 bezig. Dit is deel 3 inmiddels van The Making of Max. Tineke Nusink, de beeldhouwer. Ja, als ik nou zo eens kijk. Het is net Twin Towers, maar dan met 1 toren. Het lijkt nog niet op een hond, maar jij hebt er geloof in, hè? Ja, er moet gewoon nog heel veel af van het blok, maar langzaam begint het wel vorm te krijgen. Ik geef dat ook met lijnen aan. Hij is nu nog te breed en iets te lang. En er moet nog een stuk op voor de kop. Die kan ik dan in de juiste richting draaien. Maar ik wil eerst dat dit goed in vorm is en dan ga ik hier weer mee verder. Ja, want Max komt met zijn kop in de richting van het stationnetje van Spijkenissen te staan. Althans, waar het stationnetje ooit is geweest. Daar werden de mensen, de familie Levi werd daar naartoe gebracht en weggevoerd via loods 24 Westerbork naar Sobibor en Midden-Europa. En Max was de hond die achterbleef. En ja, eigenlijk nog steeds, 80 jaar na dato, nog steeds wacht tot zijn baasjes terugkomen. En Max komt op 28 oktober 2022, inderdaad, exact 80 jaar later, weer terug in de Voorstraat. En jij gaat daarvoor zorgen. Dit is bijna een levenswerk, maar je hebt er geen leven de tijd voor. Je hebt er maar 10 maanden de tijd voor. Ga je het redden? Nou ja, ik doe mijn uiterste best. Ik hoop het wel. Ja, je hoopt het wel. We kunnen geen halve Max neerleggen. Hè? Dat is hele zaken pakken we aan. Ja, waar jij hebt al aangegeven van dit gaat lukken. Wat is de volgende stap? Nou, je gaat nu wel heel snel, Joop. Want ik moet hier nog heel veel van afhalen. Maar als zeg maar deze vorm, de basisvorm, als die naar mijn zin is, dan kan ik beginnen met boetseren. Ja, en boetseren, dat doe je echt gewoon met klei. Hier overheen komt een hele laag. En uiteindelijk moet dat een bronzen beeld gaan worden. Maar ik ga niet in klei boetseren, ik ga in was boetseren. Want ik ben daar toch een aantal maanden mee bezig. En klei is natuurlijk vochtig. En dat moet je, ja, zeg maar beschermen met allemaal folie en zo, dat het niet uitdroogt. Maar dan gaat het daaronder gaat het schimmelen en zo, dan wordt dat vies. Dus was is beter om daarin te werken. Er zijn allerlei acties zijn er gaande. Max wordt zo langzamerhand wel het symbool over van mensen in Nissewaard voor naar Putten. En ook ver daarbuiten. Max wordt echt een bekendheid, een beroemdheid. En daar gaat het ook om. Want zo blijft het verhaal van 102.000 Joodse mensen blijft dan leven, als het ware. De bedoeling dat dat verhaal natuurlijk breed uit gedragen gaat worden en gedragen gaat blijven. Dat ze dus nooit meer van die verschrikkingen mogen plaatsvinden. Dat klopt. En
er is wel veel geld voor nodig om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er een bronzen Max aan de Voorstraat kan komen. We hebben vorige keer hebben we het al een keer gehad over de posteractie. Prachtige posters van allerlei iconen in Spijkenissen van Ferry Vickers. Hij heeft ook de mini-poster gemaakt van Max. Het geld wat daarmee wordt binnengehaald, een deel daarvan, gaat dus naar de actie. En wat jij nog niet weet, en wat de kijkers ook nog niet weten, maar ik inmiddels wel, dat in Waterland hebben ze een Jumbo. Nou, wat heeft Jumbo nou te maken? Dat is een olifant met een herdershond. Nou, heel veel. We gaan jou even inwisselen. Maar heel kort, want je moet zo meteen weer aan het werk. Voor Sylvia Katz. Het lijkt Star Trek wel, hè? Zo staat hier Tineke en Flatsch. Nee, staat Sylvia Katz hier zo. Wie ben je voor de mensen, die twee of drie die jou niet kennen? Sylvia Katz, Stichting Waterland Spijkenissen. En wij mogen sinds anderhalf jaar mogen bij de Jumbo Vlinderveen statiegeld inzamelen voor goede doelen. Dat willen we het liefst zo lokaal mogelijk houden. Dus bij deze hebben we de maand januari voor Max ingezameld, omdat we het een heel mooi doel vinden. Verhaal wat Max uit moet dragen, mogen we nooit vergeten. En wij hopen dat wij als Waterland een stukje bij kunnen dragen aan de totstandkoming van Max. Sylvia Katz en de vrijwilligers van Waterland hebben al veel vaker prachtige initiatieven genomen. In het verleden voor de stichting Villa Joep en vele andere mooie, goede doelen. En nu dus voor Max. Maak Max mogelijk. De making of Max. Het is een cliché, maar zo ontzettend belangrijk. Vele kleintjes maken één grote. En ik weet wat erin zit. Dat hoeven we aan de kijkers hoeven we er niet te vertellen. Maar voldoende is dat bij elkaar om weer een klein stukje Max mogelijk te maken. Dus beste mensen die geld hebben gedoneerd in de vorm van hun bonnetje, statiegeldbonnetje, die de afstand van hebben gedaan en dat in een mandje hebben gedaan. Hoe gaat dat? Vertel eens, hoe gaat dat aan de kijkers? Bij het statiegeldapparaat hangt een box, daar kan je je geld in doneren. Daar hangt ook altijd een flyer van ons op wat we voor goed doel die maand in gaan zamelen. En ik moet er even bij zeggen dat we dat dankzij de toenmalige bedrijfsleider Ernst Venderbos zelf mogen bepalen waar we dat voor inzamelen. Dus daar zijn we heel blij mee. We zijn heel blij met de donaties van onze wijkbewoners, want die hebben met hun donatie Max ook een stukje mogelijk gemaakt. Wij zijn er ontzettend blij mee. We zijn blij met Max, we zijn blij met Jumbo, we zijn blij met elke euro die binnenkomt. Heeft u een idee, heeft u een initiatief? Laat het ons weten. Wij ondersteunen uw initiatief middels Botlek TV en u ondersteunt de making of Max. Sylvia, hartelijk dank. En dit gaat rechtstreeks door naar Tineke natuurlijk, want die kan er weer een teennagel van bijzetten. Zo is het. Nou, ja. Jullie bedankt dat jullie überhaupt op het idee gekomen zijn. Dankjewel. Oké. Hartelijk bedankt. De making of Max, deel 3. Tot de volgende keer.